allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag 3 augustus 2015. Het is nu 20:15. Of 21:15. Sorry. En vandaag ga ik naar Groningen toe. Superleuk. Ik ben echt net wakker. Dus je hoort het waarschijnlijk ook aan mijn stem. Gaan vandaag naar Groningen, zoals ik net al zei in de vlog. En het is ook weer lekker weer buiten. Dus dat is wel chill. Ik ga zo lekker ontbijten met mijn familie in het zonnetje. En ik dacht een keer, laat ik mijn ontbijt maar een keer filmen. Want dat doe ik nooit. Soms doe ik dat wel in de vlogs, maar dat is ook alweer heel lang geleden. Dus dat ga ik nu even doen voor jullie. En ja, ik heb heerlijk geslapen. In mijn bed. In mijn bed. Ik heb gewoon even mijn chill outfit aangetrokken. Dit shirt komt van H&M. En dan dit broekje van Coachella. Die had ik gisteren ook aan. En sokken. Dus ik ga lekker eten en dan spreek ik jullie zo weer. Mijn ontbijt zijn deze melk, rijstwafels en een glas ijsthee. En ik ben ondertussen lekker aan het kaarten met mijn neef. En ik ga lekker winnen. Kijk, ik heb mijn kaarten. Oké, leuk. Doei. Mijn uitvoer vandaag. Dit hemdje komt van Primark met leder op. De tas van Dele en Camilla. Dit broekje komt van Cool Cat. En mijn slippers komen van de Primark. Dit is mijn outfit voor vandaag. En ik ga lekker nu naar Groningen toe met mijn familie. Oh, maar het zit echt niet goed. Maar dat doe ik zo. Dus ik zie jullie zo weer. Tot zo. We gaan naar Groningen. We gaan lekker winkelen daar. En ik zit met mijn zusje nog steeds in de auto. En met mijn ouders en met mijn opa. En superleuk. We gaan nu lekker een dagje winkelen. En we zitten nu hier zo te rijden. En ik heb mijn playlist gemaakt en ik heb ook thumbnails gemaakt op mijn telefoon voor een video die binnenkort online komt. De Exploitation vs Reality. Die gaan we opnemen straks. Maar, en ook de Bean Boozle Challenge 2 gaan we opnemen. We hebben hem al een keer gedaan, maar we gaan hem nog een keer doen. Dus dat wordt superleuk. Hopelijk zit ik niet met mijn vinger op het geluid. Denk ik niet. Ik weet het niet zo, zeg maar, hier. Dus ik ga lekker muziek luisteren en dan zie ik jullie zo weer als ik in Groningen ben. We zijn in Groningen en het is een superleuke stad. Het lijkt heel erg een beetje op Amsterdam. We gaan lekker winkelen en het zonnetje schijnt ook en het is superleuk hier. Tot nu toe dan. Kijk, en dit is een stadscafeetje. En openbaar vloggen is echt heel erg leuk. Dus, en mij. Ik moet weer mijn vlog. Ja, je bent weer in mijn vlog. Altijd in je vlog, ja. Oké, we zijn nu bij de eerste drift. Kijk, dit is best wel diep. Kijk, het is super lekker weer. Kijk, het zonnetje schijnt. Ik kan gewoon rustig in mijn hemdje lopen. Korte broek. En er staan hier best wel veel fietsers. Fietsen. En ze hebben echt van die hele antieke winkeltjes hier. Kijk, dit huishoudelijke artikelen. Dit is de etalage. Het is mooi, allemaal antiek. Het is wel, hij is nu dicht, hij in verband met vakantie. En wat is dit? Dit is Reykjavik. En mama geniet er ook lekker van, hè mams? Ja, een beetje vreemd. We gaan zo meteen even wat eten. Nee hoor, een beetje vreemd. Oh, ik verstond het eten. Nee. Gaan we hierheen? Gaan we hierheen? Of rechtdoor? Kijk, het is zeg maar, even kijken. Het is nu, we staan nu bijna bij de grote markt in Groningen. Dat is super chill. Kijk. Echt een hele mooie straat. Gaan we hierin of rechtdoor? Kijk jongens, ik zie de winkels. Echt super chill. Kijk. Nou, ik spreek jullie zo weer, want we gaan even verder lopen. Ik heb lekker een pizza broodje met tonijn en een ijsthee. En dit is ons uitzicht. Op de markt. En daar zit ook het VVV-kantoor. Dus we gaan lekker eten en ik zie jullie zo weer. We zijn onderweg naar huis. Ik laat jullie thuis wel zien wat ik allemaal heb gekocht. Waaronder een nieuwe trui en een telefoon en een shirt. En het weer is gewoon echt nog mooi. En Groningen is echt zo leuk. Alle winkels zitten gewoon bij elkaar. En mijn neef en ik zijn net geïnterviewd voor Groningen TV.
Ze vroeg, ja, hoe vinden jullie Groningen? Dus wij zeggen, oh ja, wel leuk. Ik weet niet waar het komt eigenlijk. Ja, op TV Groningen. Nee, ja. Dus we gaan even een foto maken nog bij de brug. En dan zie ik jullie zo weer. We zitten weer in de auto onderweg naar huis. Het was een superleuke dag in Groningen. We gaan lekker weer naar het huisje. En we rijden nu hier. We hebben net één fotoshoot gehad. Ik met mijn zus samen bij een soort van brug. Vlakbij de parkeerparade. Plaats. En parkeergarage, dat was hem. En we gaan nu een soort van... Ja, ik vind het doodeng altijd. Ik had altijd, in Delft heb je zo'n brug. Of zo'n ding. En dan krijg je altijd kriebeltjes in je buik. Die brug is alweer weg. Die is weg. Dus, trouwens, ik laat jullie één ding zien. Waar is mijn telefoon? Where are my phone? Even kijken naar mijn camera. Even kijken, wat is mijn telefoontje? Ik kan mijn telefoon niet vinden, haast mijn naam uit. Vraag maar. We zijn naar Groningen geweest, dat was heel gezellig. En ja, Jamie was een klein beetje irritant, maar dat maakt niet uit. En ja, Jamie is nu zijn telefoon aan het vinden. En ik ben met Boezit aan het praten, dus dat doe ik. Ik heb een telefoon gevonden, kijk. Dit hoesje heb ik gekocht voor mijn iPhone, gewoon een transparant, want die had ik nog niet. Ik had heel lang die Minions hoesje eromheen zitten. Maar ik vond dit wel heel erg leuk. Dus ik heb toen deze maar gekocht. En ik zie jullie zo weer. Want ik ga eventjes muziek luisteren. En dan zie ik jullie zo weer. Ik ben weer thuis in het huisje. En ik wil jullie nog even laten zien wat ik heb gekocht. Als eerste bij Zara kocht ik deze hele leuke witte sweater. En er staat Sunshine op. En ik vond de print gewoon super leuk. Kijk, Sunshine. En ik kocht dit klapblok. Ik had een nieuw to-do boekje nodig, maar ik kon geen lijstjes vinden. Dus ik heb gewoon ruitjes genomen. En dat vind ik ook wel leuk. En zei, say hello to summer, have fun. We hebben net ook een soort van fotoshoot gedaan op een brug, maar dat had ik jullie al verteld. En die heb ik zeg maar, ga ik nu op de computer zetten. En Mikey en ik... En Quinty, we gaan de tweede keer doen van de Bean Boozled Challenge. Maar er zit nu een draaiding bij. Dus dan hoeven we ook niet te pakken welke snoepjes doen. Ik denk dat wij, of ik plak de Bean Boozled Challenge hier in de vlog, of ik maak er een aparte video over. Maar dan moet ik nog heel even gaan kijken. Dus ja, we gaan lekker de Bean Boozled Challenge doen. En dan zie ik jullie zo weer. We zijn er klaar voor, we gaan de Bean Boozled Challenge doen. Mikey is dat pakje aan het openen maken en we hebben een glas water voor de zekerheid. Ik ga hem lekker in deze vlog doen. Ik ga heel even iets pakken waar ik hem op kan zetten en dan zien jullie het zo weer. Dus, Oké, jongens, we gaan de Bean Boozled Challenge doen. We hebben het spel. Heel veel zin in ook. We hebben het spel gekocht. En het stinkt. Het is weer. Laten we maar beginnen, we gaan draaien. Geel. Dat is gele. Pak even dat. Wat is dat? Nou, Nee. Maar welke gele is dat? Moet even, Jan. Maar welke gele is dat? Ik denk dat jullie iets verder van de tafel moeten gaan zitten. Ja. Oh, deze. Want als je straks een hele vieze... Deze. Dan valt dat fototoestel. Is het deze? Nee, ik weet niet of het deze is of die andere. Wacht. Nee, het is deze. Ja, begin. Iedereen, hè? Iedereen. Mike, deze. Van je slipper, hè? Ja, Mike, is goed. Mike, het is deze. Ja, nee. Deze, nee. Je hebt de verkeerde. Nee, hier. Oh ja. Oh. Oké. Okay. Nee. Ik eerst. Of het is rood ei of butter popcorn. Wat is het? Uit mazzel. Ja? Nee. Oké, ik ga... Wat is de andere smaak? Butter. Butter. Ja? Laatste. Yeah. Butter popcorn. Oké, dan ga ik. Nee. Ik wil niet. 3. Wat? Wat ei. Dat zijn niet allemaal op de rond spuug, hè? Lach. Opruimen zo, hè? Ja.
Ah! Dat is morgen de rol. Nee! Nee! God, nee! Chocoladepudding of ondervoer. Nou, ik ga beginnen, Jim. Let op. Nee, ik ga beginnen. Wat is het? Ik ga nou ook even. Ik pak deze. Nee, ik pak deze. Please, please. Please, nou, chocolade. Is het chocolade ondervoer? Dog food of chocolate pudding? Chocolate pudding is. Dus. Chocolate pudding. Nee! Heb ik zo meteen die dogfood, hè? Ja, weet ik zeker of niet. Help, in mond, helemaal, helemaal. Nee, kom op. Doe normaal. Game eten. Hoor in. Nee, het is hondenvoer. Weet je nog niet, even goed kouwen. Chocolate pudding. Nee. Nee. Nee, hondenboer. Die gekleurde. Welke is die gekleurde? Tutti frutti. Stinksokken. Nee, stinksokken. Stinksokken of tutti frutti. Alsjeblieft. Ik begin. Tutti frutti op mij. Heb je tutti frutti? Waarom heb ik altijd de vieze en jij de lekkere? Ik wist het. Oké, ik neem een hap. Een hap, geen een hap. Tutti frutti. Ja, smaakt best. Ja. Oh. Opa. Oké, okay, ik ga draaien. Ja! Wat heb jij? Groen. Oké. Okay. Het kan dus. Het kan of gras zijn of lime. Oké, okay, nou, het valt mee in deze. Nee. Deze. Oké. Okay. De groene. Schoen. Die? 3, 2, ik eerst. 1, nu. Lijm. Lijm. Oh, allebei mossel. Ja. Maar gas is ook niet heel erg. Nee. Nou, ik begin. Ah! Of het is persik, of het is kont. Ah, man. Oké. Okay. Jij begint mooi. Oké. 3, 2, 1. Go. Nee, niet die. Die moet die witte. Nee. Nee, hier, kijk. Oké, jongens. Verkeerde. Oké, of het is baby wipes of het is coconut. 3, 2, 1 nu. Nee. Babydoekjes of coconut. Maar die is geen van beide zijn slecht. Baby wipes zegt lekker. Ja. Weet je hoe dat smaakt? Dit van. Naar de geur van dat doekje. Ja? Zo smaakt het. Gewoon die geur. Ik heb baby vibes. Ik heb ook. Wat hebben jullie kokos zeker? Nee, ik had baby. Baby shit. Nou. Hij deed het lekker, ik weet gewoon op. En gaan we nog een keer. Godverdomme. Wit. Wit. 3, 2, 1, nu. Gezondheid. Wat is dit? Weer baby wipe. Nee, het is coconut. Kut. Die baby heeft het weer op haar rug gegeten. Ja. Nou, volgende. Ah, nee. Nou nee, welke is dat? Is die wit met roze? Als je kijkt, dan is geen verrassing meer. Wit met roze. Wit met. Dat is die witte, even kijken welke dat is. Huh? Ja? Met roze. Ja, ik. Is dat is roze dan. Ze hebben er gewoon twee keer Stinky Socks of Tutti Frutti in gedaan in dat spel. Hè? Nou, oké, okay, let's go. Laten we die maar nemen dan. Ja, deze. Ja, maar kijk, ik kan het niet. Oké, 3,
2, 1, nu. Dit is ding zo. Dit is maar. Ik, nu snap ik waarom jullie altijd zeuren dat ik stinkvoeten heb. Ja, echt? Ja? En jij? Stinkzokken. Toetie vroetie! Dit stinkt echt heel vies. Oké. Nu de groene. Dat is lime, of nee? Welke groene? Met die. Oh, dat is gras of lime. Oké, dat is niet zo heel erg. Je moet niet meer dat ding doen. Je kan gewoon alle kleurtjes. Ik ga niet kijken. Gewoon proberen. Heerlijk. Heerlijk dit. Ik heb lime. Ik had tutti frutti. Oh nee, wel. Groene. Oh, groen. Gras of lime. Nu moeten we die blauwe. Oké. Toetpee of tandenpasta of blauwbes. Groen, gras is ook best wel lekker. Ah! Hij is al aan de blauwe. Ik is al aan de blauwe. Ik heb tandpasta. Ik heb tandpasta. Dit is ook wel lekker. Tandpasta is lekker. Het is gewoon kauwgom. En wat is de andere smaak? Volgende. Ja, wacht dan. Ja? Ik doe het niet meer. Komt die, ja? Dat is tandpasta. Deze. En dat is? Kots of peach? Misschien dat we later hier. Laat het piet zijn. Die is ranzig. 3. Dat is met die rode vlekken, hè? Ja. Ja. 3. 2. 1. Nu. Wat was het? Kot. Kot, hè? Kot. Eet je. Oh, ik ruik het ook echt aan mijn vinger. Ik denk dat ik deze ga nemen. Ja, dat is toch... Oh, hij wordt roosje van. Jongens, dit was het. De Bean Boozer Challenge. We gaan nu verder naar de vlog. Dus tot zo. We hebben de Bean Boozer Challenge opgenomen, zoals jullie konden zien. Was het heel vies. En ik had alle vieze en mijn neef had alle lekkere. Ik denk dat ik zo meteen nog even een balletje ga trappen of zo. Ik zeg gewoon een kommetje doen morgen. En, ja, doe dat maar. Hallo. Kijken hoe we nu gaan reageren op die dingen. Ik ga zo meteen nog even een balletje trappen op dat voetbalveld. Maar ik raad de Bean Boozer Challenge echt niet aan. Ik ga lekker voetballen met mijn neef. Ik heb mijn voetbalschoenen aangetrokken. En dan ga lekker een balletje trappen. Dus ik zie je zo weer. We zijn samen met Quinty in bed. En Quinty op Snapchat. En het is lekker weer. Het is nu... Even kijken, het is nu... 9:30. 's avonds en het is nog gewoon mooi. Ik ga nu even... Gezondheid. Ik ga nu even de beelden importeren op mijn computer. De vlog alvast gaan editen. Gezondheid. Thanks. En ja, morgen komt mijn tante, mijn oom, mijn nichtje en mijn neefje. Gezellig. En morgen is ook mijn nichtje jarig. Dus, oh, wacht. Even wat tegen mijn haar, zeg maar. Oh, dat is wel donker hier. Mam, vergeet de slingers niet op te hangen straks. Ja. Dat komt ook in de vlog. Oké, het is hier zo donker. En Quinty, zeg zo tegen mijn kijkers. Doei. Ik ga lekker de vlog bewerken. En dan zie ik jullie zo weer. Ik ben dus weer een tijdje thuis en we gingen naar het springkussen. Ik ben eigenlijk afgegaan omdat er een vrouw kwam die ging zeuren dat we te hard deden. Maar ik ga dus lekker de vlog editen, daar ben ik niet mee bezig. We zijn in de Bean Boozer Challenge aan het kijken nog steeds van die we vanmiddag hebben opgenomen. Die jullie een paar seconden geleden hebben gezien, een paar minuten. Zijn we helemaal stuk aan het gaan.
Ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doei doei!